Dames en heren, jongens en meisjes. Wij zijn hier vanavond bijeen om de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog en al diegenen die bij latere conflicten om het leven gekomen zijn te herdenken. Maandag aanstaande is het 70 jaar geleden dat de oorlog Nederland overviel. Zeer vroeg in de ochtend vielen de eerste bommen op het vliegveld van Ypenburg. Ten noorden van dat vliegveld, aan de rand van Park Leeuwenberg, stonden 10 luchtdoelkanonnen van de 13e batterij luchtdoelafweer. Eén vliegtuigbom sloeg vlakbij een van deze kanonnen in, waarbij de eerste 9 doden uit onze gemeente waren te betreuren. Vanmiddag hebben wij dat feit herdacht bij het kleine monument dat in juni 1940 in Park Leeuwenberg werd opgericht. Bijzonder was het dat daarbij, wellicht voor het laatst, nog 2 veteranen van de toenmalige 13e batterij aanwezig waren. Het was juist om die reden een heel bijzondere plechtigheid. Een andere plechtigheid vond op 17 februari jongsleden plaats op de oude begraafplaats aan de Parkweg in Voorburg. Hier werd een monument onthuld voor de slachtoffers van het bombardement dat op 3 maart 1945 per ongeluk door de Engelse luchtmacht op het bezuiden hartkwartier in Den Haag werd uitgevoerd. Veel Hagenaars verloren huis en haard en er waren honderden doden te betreuren. Een aantal van deze slachtoffers werd in Voorburg opgevangen. Een aantal overledenen, waaronder een aantal niet meer te identificeren lichamen, werd op de Voorburgse begraafplaats ter ruste gelegd. Het monument van de hand van Frans Kokshorn symboliseert de hulp van de Voorburgers aan de slachtoffers van de buurgemeente. Tussen deze twee feiten lag 5 jaar bezetting. Voor de naoorlogse generaties is het lastig om een indruk te krijgen hoe het er nou in die bezettingsjaren aan toe ging. Het afgelopen jaar heeft de tv-serie De Oorlog ons een beeld van die tijd proberen te geven. En het bijzondere was dat daar beelden in kleur te zien waren. De zon scheen. En dat lijkt om de een of andere reden niet te passen in ons beeld van die tijd. Wij herdenken vandaag ook de gevallenen van andere conflicten. Van de politionele acties in Indië, Korea, Nieuw-Guinea en de vredesmissies in onder andere Libanon, het voormalig Joegoslavië, Irak en nu Afghanistan. Door de snelle en directe berichtgeving via televisie en internet zijn wij vrijwel direct getuigen van de verliezen die door Nederlandse militairen in Afghanistan worden geleden. Dat heeft meer invloed op de publieke opinie dan dat 70 jaar geleden het geval was. Dames en heren, jongens en meisjes, nog even en de stemmen van diegenen die de oorlog daadwerkelijk hebben meegemaakt, als soldaat, als burger of als slachtoffer van de concentratiekampen, zijn voor eeuwig verstomd. Zij kunnen ons nu nog vertellen hoe het was. Maar gelukkig is er heel veel in woord, beeld en geluid vastgelegd en de belangstelling daarvoor is groot. Herdenken wij straks nog onze doden op 4 mei. Maar de vraag stellen is een beantwoorden. De jaren tussen 1940 en 1945 zijn historisch van grote betekenis voor Nederland en Europa geweest. En de gevolgen daarvan zijn veelal nu nog zichtbaar. De oorlog en 5 jaar bezetting hebben veel slachtoffers geëist. En vooral Nederlandse en buitenlandse vluchtelingen van Joodse komaf hebben een hele zware tol in mensenlevens betaald. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn massaal de meest elementaire beginselen van menselijkheid geschonden. Na 1945 zijn deze beginselen in internationale rechtsregels en beginselen vastgelegd om gewone burgers bescherming te bieden tegen willekeur en overheersing. Het is vooral dit aspect dat nu weer een grote mate van actualiteit heeft. Sinds 11 september 2001 verkeert ons land en een groot deel van de wereld in een staat van ontreddering als gevolg van terrorisme, internationale onrust
en de financiële crisis die steeds meer van onze zekerheden lijkt te bedreigen. Wanneer hier niet verstandig mee omgegaan wordt, kan er makkelijk een situatie ontstaan waarbij dictatoriale invloeden greep gaan krijgen op de vrije wereld. Het is niet zo dat de geschiedenis zich herhaalt, maar zekere parallellen met de jaren 30 zijn wel te trekken. De angst voor vreemdelingen is sterk toegenomen, ook in ons land. Voor een deel is dat begrijpelijk en verklaarbaar. Vanuit een traditie van humanisme en internationale solidariteit zijn heel veel vreemdelingen naar ons land gekomen. Maar daarbij heeft de overheid onvoldoende oog gehad voor de praktische gevolgen van de woon- en leefsituatie van Nederlanders. En vooral van hen die in relatief korte tijd hun vertrouwde leefomgeving zagen veranderen door de komst van mensen uit een andere cultuur. Mensen krijgen beelden van oorlog en terrorisme avond en avond via de televisie voorgeschoteld. Gekoppeld aan de ingrijpende gevolgen van de financiële crisis worden mensen onzeker en vragen ze om zekerheden. Het is verleidelijk om hieraan met verstrekkende maatregelen tegemoet te komen. Angst is echter een slechte raadgever en de vraag is of wij omwille van het bieden van veiligheid onze vrijheid niet te veel beperken, waarvoor in de jaren 40-45 zoveel offers gebracht zijn. De nagedachtenis aan diegenen die in deze jaren hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid vraagt erom dat wij hier verstandig mee omgaan. Dames en heren, ik dank u zeer voor uw komst naar deze korte plechtigheid waarbij wij onze doden uit de Tweede Wereldoorlog herdacht hebben.